Goed. Goed. Rekka is goed getraind en weet precies wat de dierverzorgers van haar vragen. Maar er moet natuurlijk wel een lekkere beloning tegenover staan. Er moet ruimte tussen de nagels blijven en ze mogen niet ingroeien, dus ze worden geveild. Het is vrij heel flexibel, zoals je ziet. En de olifant die staat eigenlijk zeg maar, zo op zijn voet. Hij heeft ook 5 tenen, zeg maar hier, of 5 vingers aan zijn voorpoot. Daar staat hij op en hier binnenin, wat je hier ziet, daar zit een soort gelei-achtig spul. En op het moment dat hij gaat staan, is dat een soort schokdemper. En na de behandeling mag Rekka lekker naar buiten op haar schone, zachte poten.